Ribbelpatroon maken. Hoe moet dat? Nou, je moet sowieso zorgen dat je een even aantal hebt. Als je een ribbelpatroon in enkel wil hebben. Als je min 3 wil hebben, zou je per 3 fout moeten doen. Maar daar komen we in de volgende film op terug. We gaan nu de basis ribbelpatroon maken. Wat je doet is 1 losse maken. Gaan we eerst een stokje haken bovenop de eerste. Nou, dan zie je dat je normaal gesproken in deze lussen zou haken. Maar we gaan nou om het stokje heen. Dus je slaat je draad om de naald. En je gaat van voor naar achter. Om het stokje heen weer terug naar voren. Sla je draad om. Haal je hem op. En dan maak je een stokje. Nou komt hij naar voren. Maar nu komt de moeilijkheid. We gaan nou een stokje achterhaken. Dus draad omslaan. Dan ga je van achter naar voren. En van voren weer naar achter. Dan haal je draad door omhoog. Beetje losjes maken en je stokje maken. Zo. Dan heb je er 1 achter. Dan gaan we naar voren maken. Weer draad omslaan. Van voor naar achter en van achter naar voor om je stokje heen. Draad omslaan. Te langs halen en je stokje maken. Gaan weer draad stokje achter maken. Dus weer draad omslaan. Van achter naar voren en van voor naar achter. Dus je gaat voor het stokje langs. Draad doorhalen. En je stokje maken. Gaan we weer een stokje voor maken. Hier hebben we het volgende stokje. Ga even voor naar achter. Langs het stokje weer naar voren. Draad doorhalen. En je stokje maken. Dus weer nog een keer naar achter uitleggen. Van achter naar voren en van voor naar achter. Draad ophalen. En je stokje maken. Nou, dit is dus de ribbelsteek. Oftewel boordsteek in breien, meen ik dat die heet. Nou. Nou heb ik de laatste reliefsteek achter. Dat is mijn zoontje. En dan eindig je met een gewone stok in de derde lus. Dus even tellen. 1, 2, dit is je derde lus. Daar maak je een stokje in. Even 2 lussen. Zorg dat je 2 lussen pakt. Anders krijg je te lange lel aan een lusje. Krijg je een vele opening. Dan heb je hier dus een stokje gemaakt. Relief stokje voor. Relief stokje achter. Relief stokje voor. Relief stokje achter. Helemaal tot het einde. Laatste is relief stokje achter. En eentje erbovenop. Dus je bent begonnen met relief stokje voor. En je eindigt met een relief stokje achter. Waarom in 2 fouten en beginnen met een stokje? Als je het werk in elkaar zou naaien, zal het mooi door gaan lopen. Volgende toer. 1 losse, werk draaien. Daar maken we weer gewoon een stokje. En nou komt de truc. Alle stokjes die naar voren staan. Die en die. Haak je nu als een relief stokje voor. En alle stokjes die naar achter staan. Dus die en die. Haal je als relief stokje achter dus. Die staat naar voren, dus die ga je ook weer voorhaken. Die staat naar achter, dus die ga je achterhaken. Die staat naar voren, dus die haken we voor. Die staat naar achter, dus die haken we achterlangs. Nou, zo ga je door tot de laatste steek. En nog eentje voor. En nog eentje achter. Nog eentje voor. En nu dus, omdat we begonnen zijn met een reststokje voor, eindigen we met een reststokje achter. Plus het gewone stokje. Ik zet hem om de 2, om de los heen die ik gemaakt heb om het werk te keren. Dan krijg je een mooie strakke lijn. 1 losse, werk draaien. Nou, dit blijf je dus herhalen tot je de gewenste hoogte hebt bereikt of breed, hoe je het wil noemen. En het rekt mee. Het is een mooie reliefstok.
Ik adviseer wel op het moment dat jij een gare maat 4 hebt, om het 4,5 te maken. Anders wordt hij te strak, tenzij je het natuurlijk mooi vindt, maar het wordt een stuk moeilijker om je draad achter een stokje weg te trekken. Dus mijn advies, als je gare maat 4 hebt, pak maat 4,5. Altijd een half punt groter. Goed, dit was de reliefstokjes met 2 posts. Dus 1 post voor, 1 post achter. En die gaan we zo door met de volgende. Succes!